Wat doet hij? Wat doet hij? Nog niet! Oh, dit is nice! Nee, normaal! Wat? Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik hier vandaag niet alleen, maar ben ik samen met... Ik ben Robin. En ik ben Isa. En wij zijn twee hele grote musers. Nou, bijna nog. We hebben in ieder geval vandaag iets heel erg leuks gedaan op jullie kanaal. En dat kunnen jullie ook checken door de link in de beschrijving. Wat we daar hebben gedaan is namelijk, we hebben in teams opgedeeld en we zijn daar musical.ly's gaan maken. Ja, ik heb nog nooit een musical.ly opgenomen. We hebben een YouTube kanaal. En jullie gingen ons vertellen hoe dat moest. Ja, ja, het was superleuk. Een beetje proberen met transition en zo. Ik denk dat het aardig goed is gelukt. Maar jullie kennen musical.ly alleen van de fuckboy musical.ly's. Dus de cringy musical.ly's kennen jullie waarschijnlijk ook wel. En daar gaan wij vandaag op reageren. Dus vinden jullie het leuk? Dus zeker weet een... Blijmpje omhoog. Een blijmpje. Vergeet onder niet te abonneren en heel veel plezier met kijken. We hebben een compilatie opgezocht van de trendiest fuckboy musical.ly's van 2017. Oké. Okay. Klinkt heel raar, maar we gaan het gewoon bekijken en dan gaan we reageren. Ik ben benieuwd. Ja, is goed. Ik zet hem gewoon aan. Ja. Ook echt zo'n fuckboy liedje. Even af en toe nee, zo. Is dat ook gewoon meteen fout? Ik heb erger gezien, maar dit is ook raar. Knuffel! Doe even... gewoon alsjeblieft je shirt aan. Maar dat hij ook even zo met zijn kussen zo gaat knuffelen. Zo van, zo. Ik heb geen vriendin, dus weet je, dit is mijn kussen. Maar wat zijn de comments dan eronder van, ik wou dat ik dat kussen was? Of... Nou, nee. Het verschilt. Kijk, als het zoals deze is dan heel bekend, dus dan is dat wel, maar... Je hebt ook wel echt misschien veel mensen van, nou sorry, maar ben jij aan het doen of doe gewoon een shirt aan? Ja, het verschilt heel erg. De een reageert echt zo van, wat leuk. En de ander echt zo van, nou sorry, doe even normaal. Oké. Het valt er gewoon mee. Het is gewoon niet normaal. Maar gewoon hoe die kijkt of zo. Ja, het is niet heel erg. Het valt nog mee, toch? Ja. Maar hij heeft wel een beetje zo'n fuckboy attitude. Weet je wel hoe die doet? Zeg. Oh nee, stop. Maar hij heeft in ieder geval kleren aan. Ja, ik dacht van, hij is nog wel oké, maar toen ging hij zo met zijn hand zo bij zijn lip zo en dacht ik, ja... Dat is raar. Oh, dat moet je gewoon niet doen, oké, weet je? Ja, maar dan scoor je wel de blimpies. Ja, nou of niet, ik denk het niet. Nee? Ik zou dat nooit liken. Nou, oké. Gewoon erger gezien. Nee. Wat doet hij? Wat doet hij? Doe niet! Oh, dit is nice. Doe niet normaal! Wat de... Doe niet! Doe niet, stop! Maar waarom? Stop! En ook gewoon in de keuken. Ja, zo van, oh ja, dadelijk komt mijn moeder binnen met boodschappen. Ja, wat ga je doen dan? Het ergste vind ik dan, dat die gasten die telefoon daar neer zo gaan zetten. En dan gaan ze zo liggen. En moet je dan eerst op knopje drukken en dan weer terugrennen? Ja, 5 seconden heb je dan. En dan moet je terugrennen en dan... Dat is raar. Ja. Geen vis of zo. Ja. Beetje raar. Hij heeft tenminste zijn shirt nog aan. Ja, dat vind ik netjes. Maar altijd de hele tijd met die lip en dan met die tong denk ik van... Nee, nee, stop! Doe! Nee, even dat handje erbij te pakken. Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waarom je dit zou doen. Ik snap het niet. Maar waarom zouden ze zoiets kunnen doen? Gewoon omdat ze zichzelf heel erg... Lekker vinden of zo, denk ik. Ja, is dat? Ja. Oh, ik zou niet weten waarom. Ik bedoel... Doe niet! Van al die ja, wat? Dat doe je toch niet? Fuck! Dat doe je toch niet? Elke keer zo die... Nee, ja, ik wil het niet eens nadoen. Ik wil het nagaan doen. Toen dacht ik van, nee, ga ik niet doen. Maar dat is toch raar? Zo van... Ik ben ook een beetje bang dat heel veel mensen deze video kijken die dat soort video's wel leuk vinden. En die nu denken van, hoezo? Dat is toch helemaal niet raar? Dat is gewoon... Ja, maar kijk, dat is dan je mening. Maar mijn mening is wel gewoon dat ik dat raar en extreem vind. Ja. Het is niet voor niks een fuckboy musical.ly. Ja, oké, dat is waar. Nou, durven we verder te gaan? Ja, doe maar. Huh? Hoe deed hij dat? Dat was echt een soort monster imitatie. Natuurlijk. Oké dan. Nee, dit is weer shirtloos. Oh, dit vind ik gewoon weer shirtloos. Ja, dus dat deze telefoon vast heeft, maar anders... Wat? Laat maar! Laat maar! Hij heeft zelf de oorbellen als ik in. Nee, niet. Ja, kijk dan. Ook van die parel. Oké dan. Altijd, kijk, dan denk je, oké, het valt mee en dan kom ik met die tong uit weer.
Dat vind ik zo. Wat? Dat is zo. Dat is het. Het is niet dat ik denk van, wow, je bent echt goede muziek als je gewoon een shirt aan zou doen. Dus als jij zo'n, bestaat fuck girl? Ja, die bestaan ook genoeg. Dus als jij een fuck girl zou zijn, dan zou je wel, betere video's doen, denk je? Ja, maar ik zou geen fuckboy girl zijn. Oh, fuckboy girl. Er zijn ook fuck girls. Ja, echt heel veel. Maar waarom zitten we dan alleen maar naar jongens te kijken? Zullen we ook een fuck girl kijken? Ja. Ja, dat kunnen we wel doen. Oké, dan heb je een... Kijk, misschien vind ik het dan wel leuk. Dan denk ik van, hé, dat is toch prima om naar te kijken. Nou, we zijn best wel jonger. Oké, dan gaan we dus nu een Fuck Girl compilatie kijken. Oké, we zijn nog niet begonnen, maar ik denk dat ik dit filmpje leuker vind om te kijken. Of zijn ze ook heel jong? Ja, meestal wel. Dan heb ik niks gezegd. Straks is ook opgepakt. Nee. Maar zomaar is ze gewoon 13 of zo, hè? Ik denk dat ik hier maar niks over zeg. Even besef, komt je moeder ineens via die deur binnen? Hi there. Kijk, dit dan, dit is gewoon 11 of zo. Ja, die is wel jong hoor. Zo van, ik heb eigenlijk geen crop top, dus ik doe gewoon mijn trui omhoog. Echt een gevoelig nummer, ja. Ja. Een beetje eng. Heel, boos. Heel dichtbij begon die. Ja, je kijkt de hele tijd zo van boven naar. Mensen kijken niet naar hoor, maar je zou zo de dingen kunnen kijken. Dit is echt zo'n filmpje dat bedoeld is. Van je kan net niet onder mijn shirtje kijken. Maar ik daag het toch uit. Ik heb hem wel zo precies neergelegd dat je net wel net niet het ziet. Ik daag even de reacties uit. Van. Kijk, en dat mensen dan daarop reageren. Als ze reageren als zo raar. Ik vond het heel raar dat jullie me naar veel te jonge meisjes hebben laten kijken in hun BH en met allemaal rare moves. Ja, maar kijk, dit is dus het beeld dat alle mensen die geen muziek hebben, die denken dat dit allemaal zo is en dat iedereen dit doet. Ja. Maar dat is echt niet zo. Dus ik denk dat we hier vandaag, of in ieder geval voor het komende jaar, heb ik hier echt genoeg van gezien. Want sommige blijven gewoon in mijn hoofd zitten. Ik vind het gewoon raar dat ze ineens zo over die grond gaan. Dat is toch raar? Ja, ik vind het vreemd. Maar goed, op jullie video, op jullie kanaal... Hebben wij een video gemaakt, heel leuk geworden. En dan zie je wel hoe het... Hoe het wel hoort, weet je wel, en hoe de meeste muziekjes ook zijn. Dus wil je die checken, de link staat in de beschrijving. Wil je Isa muziekje checken, staat ook in de beschrijving. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet onder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Yo, doei! Doei.